Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar paragraaf 1.3, de hervorming. En 1.3 gaat eigenlijk vooral over het Playmobil poppetje wat je op de achtergrond ziet. Het meest verkochte Playmobil poppetje ooit. Het is namelijk Maarten Luther, die een hele belangrijke rol speelt in deze paragraaf. En Maarten Luther is zo'n veel verkocht, of het meest verkochte Playmobil poppetje, omdat het een aantal jaar geleden het Lutherjaar was. Het was exact zoveel jaar geleden. Dat Luther, ik weet het niet eens, was geboren of belangrijke dingen deed. Maar in ieder geval, in Duitsland brachten ze dit poppetje uit. En dat is zo ontzettend veel verkocht, dat hij nou bovenaan staat op het lijstje met verkochte poppetjes. En eigenlijk gaan wij deze paragraaf bekijken. Waarom vinden mensen die Luther zo belangrijk en wat heeft hij betekend? Nou, we gaan even kijken naar misstanden in de kerk, want daar draait het eigenlijk vooral om. We gaan kijken naar de reformatie en de splitsing van de kerk. We gaan kijken naar een andere belangrijke meneer, Johannes Calvijn en het Calvinisme. Naar godsdienstoorlogen. En we gaan nog even kijken naar Calvinisme in Nederland. Want in Nederland is die Johannes Calvijn misschien wel belangrijker geweest dan Luther. We gaan eigenlijk beginnen met wat er misging in de kerk. De misstanden in de kerk. Je ziet dat er vanaf de 16e eeuw steeds meer kritiek is op de katholieke kerk. Dat was op dat moment de enige kerk die er was, de kerk van Rome. En de kritiekpunten hadden vooral ermee te maken dat er heel veel rijkdom was. En die rijkdom werd ook gestopt in kerken. En soms in huizen van belangrijke priesters of van bisschoppen. Je zag heel veel rijkdom en er kwam steeds meer kritiek van jongens. In principe zouden we dat geld ook kunnen besteden aan het helpen van andere mensen. Wat misschien wel de basis is van het geloof. En je zag ook dat priesters heel veel bepaalden. Priesters waren op sommige plekken zo machtig dat priesters de regels bepaalden in een stad en dat priesters het meeste invloed hadden op wat er eigenlijk gebeurde. Maarten Luther was een monnik, een hele slimme monnik die ook les gaf en die eigenlijk vond dat de katholieke kerk niet goed bezig was. Er waren eigenlijk een aantal punten waar Luther fel op tegen was. Om te beginnen waren dat de aflaten. Ik zie dat ik een haakje ben vergeten trouwens, maar je kon als gelovige in die tijd aflaten kopen. En dat was iets nieuws. Dat was eigenlijk een soort van toegangskaartje, een ticket voor de hemel. Wat zeiden namelijk heel veel priesters? Als je geen aflaat koopt, dan kom je niet in de hemel terecht. En iedereen kocht dus zo'n aflaat. En daarbij zeiden priesters ook, je kan er ook eentje kopen voor je overleden vader of moeder of oma. Want die is misschien ook wel niet in de hemel. En als je dan nu een kaartje koopt, of een aflaat koopt moeten we eigenlijk noemen, dan komt zo'n persoon toch in de hemel. En Luther vond dit de meest grote onzin die er was. Je moet je voorstellen, zo'n aflaat was super duur. Mensen moesten daar heel lang voor werken. En Luther zei, nee, je moet goed leven om in de hemel te komen. Je kan niet zomaar een kaartje kopen. En toen Luther erachter kwam dat die aflaten misschien wel gebruikt zouden worden om een nieuwe grote kerk in Rome neer te zetten, was hij helemaal tegen en begon hij met het protesteren tegen deze aflaten. Daarnaast zei Luther, mensen moeten zelf ook nadenken, mensen moeten zelf de Bijbel kunnen lezen. En hij wilde heel graag de Bijbel vertalen in een andere taal, maar dat mocht niet. Luther kon zelf Grieks en Latijn en hij wilde de Bijbel graag vertalen in het Duits, want hij kwam uit Duitsland, alleen hij mocht de Bijbel niet vertalen. Mensen waren misschien wel bang, of priesters waren bang, dat mensen het zelf zouden gaan lezen. Dat ze misschien wel dachten, het zit zo, ik heb eigenlijk helemaal geen priester meer nodig. En als laatste stoorde Luther er zich ook bont en blauw aan dat er heiligen en heilige beelden werden vereerd. De priesters en de paus en bisschoppen werden soms gezien als een soort van halve goden. En Luther vond dat onzin, want in de Bijbel staat, er is maar één God. Daarbij is Luther een keer een reis gaan maken naar Rome. En toen zag hij dat er overal in Rome beeldjes werden verkocht van Maria. En dat mensen daar heel veel geld mee verdienden. Ja, en Luther zei, dat mag gewoon niet. Want in de Bijbel staat, je mag geen afgodsbeelden maken. Ik ben de enige God, zei de God van het christendom volgens Luther. En je mag geen beeldjes van mij maken. Dus Luther zag heel veel dingen binnen de katholieke kerk waar hij het niet mee eens was. Daarbij was er nog één ding die ervoor zorgde dat Luther zijn ideeën heel erg goed kon verspreiden. En misschien weet je nog wel uit de vorige paragraaf. Maar er was iets, net nieuw, wat ervoor zorgde dat als mensen ideeën hadden, dat ook opschreven, dat die ideeën makkelijk verspreid konden worden. Nou, probeer hem in je eigen hoofd even te bedenken of je het antwoord weet. Maar het juiste antwoord is de boekdrukkunst die we in de vorige les hebben besproken.
Monnik hoefde niet meer alles over te schrijven, wat maanden of jaren duurde. Nee, er kon nu met een soort van machine, konden er vellen met papier worden bedrukt, die je later weer samen kon binden tot een boek. En op die manier konden veel goedkoper boeken worden gemaakt en die boeken konden ook veel beter verspreid worden in Europa. Dus de ideeën van Luther konden op die manier heel Europa door en steeds meer mensen zagen dat er een monnik was uit Duitsland die het niet eens was met wat de kerk nu deed. De paus, die hoorde van de boeken en de verhalen van Luther, was ontzettend boos en deed eigenlijk iets wat een paus als machtigste middel had, namelijk hij deed Luther in de ban. Wat inhield dat hij eigenlijk gewoon aangaf van alle gelovigen, Luther is geen goed gelovige, Luther gaat niet in de hemel komen, Luther komt in de hel terecht. En hij eigenlijk bijna zou je kunnen zeggen, die vogelvrij werd verklaard. Als je hem zou tegenkomen en je zou hem de keel doorsnijden, dan zou de paus daar eigenlijk heel erg blij mee zijn. Ja, en Luther die krijgt dan de mogelijkheid om op een hele belangrijke dag in Duitsland, in Worms, dat is een stadje, en daar zie je hier een plaatje van, om dan zijn excuses aan te bieden. En dat doet hij niet zomaar. Hij heeft een aantal graven en hertogen dat hem in bescherming neemt en die eigenlijk de ideeën van Luther wel goed vinden. En die zeggen eigenlijk, als jij nou naar Worms toe gaat, dan gaan wij jou beschermen. En de keizer, die garandeert Luther ook dat als jij naar Worms toe gaat en jij komt daar naartoe om jouw verhaal te doen, dan beloof ik je, jij mag na het congres gewoon weer gaan en niemand zal je doden. Dus Luther die gaat naar Worms toe. Iedereen verwacht dat hij daar gaat aangeven, sorry paus, ik heb het verkeerd gezien, ik neem mijn woorden terug. Maar Luther doet precies het tegenovergestelde. Hij gaat nog een keer zijn verhaal houden en legt precies uit waarom hij vindt dat de katholieke kerk het niet goed doet en waarom er veranderingen zouden moeten plaatsvinden in de katholieke kerk. En deze bekende Rijksdag in Worms is dus eigenlijk de dag waarop Luther nog veel en veel bekender wordt in de gebieden waar hij al zijn verhalen vertelt. Maar wel even belangrijk om te weten, Luther wilde helemaal niet een ander geloof. Of Luther wilde helemaal niet de kerk afsplitsen. Nee, Luther zei tegen de kerk, tegen de paus, jongens, er gaan een aantal dingen niet goed. We moeten terug naar de basis, we moeten terug naar wat de Bijbel ons ooit heeft geleerd. We moeten ons geloof een beetje verbeteren. En een ander woord voor verbeteren is hervormen. We moeten het opnieuw een vorm geven. Herstructureren. En we noemen deze tijd, omdat Luther dat ook zo in gedachten had, dan ook de tijd van de hervorming. Of de tijd van de reformatie. Wat eigenlijk hetzelfde betekent. Luther wilde dus het geloof aanpassen. Maar de katholieken willen eigenlijk helemaal niet veranderen. En de paus heeft heel veel macht en de priesters. En die willen de macht niet zomaar opgeven. Dus wat we dan krijgen, is dat we twee groepen christenen krijgen. We krijgen de mensen die nog steeds de paus in Rome blijven volgen, de Rooms-Katholieken, maar ook mensen die het daar niet mee eens waren en die daartegen protesteerden. En dat zijn de protestanten. En die twee groepen zie je dus ontstaan vanaf de tijd van de hervorming, zoals we dat dan noemen, of de tijd van de reformatie, wat precies hetzelfde betekent. En dan heb ik voor jullie even de verschillen tussen die twee nieuwe stromingen, die twee christelijke stromingen, even op een rijtje gezet. We beginnen bij de katholieken. En de Rooms-Katholieken herken je heel goed aan rijk versierde kerken met veel beelden, met bladgoud, veel schilderijen, heel veel versierseltjes aan de binnen- en aan de buitenkant. Ze luisteren allemaal naar de paus in Rome, dat is de hoogste baas van alle Rooms-Katholieken. Ze hebben priesters, pastoors, bisschoppen en kardinalen, dat zijn allemaal verschillende rangen in het systeem van de katholieken. En ook heel belangrijk, alleen priesters mogen zonden vergeven. En dat was iets waar Luther ook zwaar op tegen was. Dat had namelijk ermee te maken dat priesters wat hem betreft ook te veel macht hadden. De protestanten, gaan we ook even naar kijken, ik heb ze een beetje tegenover elkaar gezet, hadden juist hele saaie en eenvoudige kerken. Dat was zo, omdat Luther zei, je moet je helemaal niet laten afleiden door alle dingen om je heen. Nee, je moet luisteren naar het woord uit de Bijbel. En daar moet je mee bezig zijn en niet met andere dingen. Dus kerken zijn simpel. En daarbij zei hij ook, we kunnen ook beter geld stoppen in het helpen van arme mensen dan in hele dure kerkgebouwen. Ze hebben niet echt een leider. Je ziet niet dat er een algemene figuur is waar ze naar luisteren. In het begin is dat Luther, maar die overlijdt op een gegeven moment. En dan gaan protestantse kerken hun eigen ding doen. In de kerk hebben ze niet een priester, maar ze hebben een dominee of een predikant. Eigenlijk zijn dat twee
woorden voor ja, precies hetzelfde. Dat betekent eigenlijk hetzelfde. Dat zou je dan misschien de leidinggevende kunnen noemen. Alleen ja, elke kerk heeft zijn eigen dominee of zijn eigen predikant. En mensen moesten bidden aan God om hun zonde te vergeven. Dus bidden werd belangrijker. Dat bidden mochten mensen ook zelf doen. Dat hoefde niet meer in het Latijn, dat mocht in hun eigen taal. En daarmee nou, besloten ze zelf te praten met God. En Luther zei, als je maar laat zien dat je iets fout hebt gedaan en dan om vergeving vraagt, dan staat er in de Bijbel dat Jezus ook zegt dat je 7 keer 7 keer 7 keer 7 keer moet vergeven, dus ontelbaar keer moet vergeven. Dus als je maar je fout inziet, dan zal God jou ook vergeven. Nou, hier zie je dan nog even de binnenkant van zo'n protestantse kerk. Hier zie je wel een paar versierseltjes, maar je ziet vooral dat je wat ja, houten bankjes ziet. Een preekstoel, het middelpunt waar de dominee vanaf predikt, het verhaal van de Bijbel uitlegt. En je ziet niet heel veel versiersels. En nu is dit nogal best een versierde kerk, zou je kunnen zeggen, voor protestantse normen. Maar de binnenkant is op zich best wel saai. Een andere hele belangrijke meneer die het in grote lijnen met Luther eens was, dat was Johannes Calvijn. En Johannes Calvijn was ook vooral tegen ja, wat heel veel katholieken aan het doen waren. Alleen Calvijn was nog eigenlijk een stukje strenger zelfs dan veel katholieken en was ook strenger dan Luther. Hij vond die Bijbel ontzettend belangrijk en interpreteerde wat in die Bijbel stond ook op een hele strenge manier. Hij vond ook juist wel dat iedereen de Bijbel moest lezen. Alleen hij nam die dingen in die Bijbel vaak ook heel letterlijk. Dingen die in de Bijbel stonden, moest hij dan ook gewoon volgen. Hij zei dat de katholieken te veel waren afgedwaald. Dat de mensen zoals Luther, of de mensen die Luther volgden, dat die wat te soepel waren. Nee, het moest allemaal een stukje strenger. En Luther zei bijvoorbeeld, je kan goed leven en dan word je vergeven. Nee, Calvijn zei al... Voordat het leven begint, heeft God al een pad voor jou. En jij hebt je maar netjes aan het pad te houden. Maar God heeft van tevoren bepaald of je naar de hemel of naar de hel toe gaat. Dat is een beetje vreemd, want je zou zeggen, nou, hoe kan je dan invloed hebben op je leven? Nou, Calvijn zei in ieder geval, ja, God heeft een plan met jou en daar kan je als mens niks aan veranderen, want God is veel te machtig. Je ziet dat vanaf 1540 dat Calvinisme zich wat verspreidt. Dat is... Ja, vooral in de buurt van Zwitserland, maar ook in Nederland. In Nederland is het Calvinisme heel erg populair. Je ziet dan dat door al die verschillende mensen die verschillende geloven kiezen, dat er godsdienstoorlogen ontstaan. In de 16e eeuw zie je dat in heel Europa, maar vooral heel veel in Duitsland en Scandinavië. Het komt omdat de ene koning zegt ik word katholiek, ik blijf katholiek, de andere zegt ik word protestants. Dan krijg je al dat koningen elkaar aanvallen, want die vinden dat dat niet goed is. En ik zeg koning, maar het kunnen ook hertogen zijn, of graven, of andere belangrijke mensen van adel die veel, veel macht hebben. Maar dat zorgt voor enorm veel geruzie. In het Duitse Rijk, het Rijk eigenlijk waar Luther ooit woonde, is ook een uitgebreide oorlog waarbij Karel de Vijfde in 1555 zegt, nou jongens, laten we even stoppen met oorlog voeren. Elke vorst, elke leider van een gebied bepaalt zelf welke godsdienst in het gebied is toegestaan. Maar ja, dan zie je in die gebieden dat iedereen dat gebied opeens protestants moet worden. Of iedereen moet katholiek blijven. En dat is heel erg lastig. In Frankrijk gaat het iets minder soepel dan in de Duitse gebieden. Je ziet ook dat er in Frankrijk veel oorlogen waren. En die twee die blijven met elkaar ruzie, de protestanten en de katholieken. En dan noem je de protestanten in Frankrijk noem je hugenoten. Dat is ook een begrip uit je boek. Dat is een Franse naam voor de protestanten. En je ziet dat er in 1598, dus veel later dan in Duitsland, vrede wordt gesloten. Waarmee wordt gezegd, oké, we maken elkaar niet meer af. Frankrijk werd een katholiek land en hugenoten kregen wel wat rechten. Maar eigenlijk waren zij tweederangs burger. Dus in Frankrijk is die godsdienstoorlog nooit echt opgelost. Als we naar het Calvinisme kijken, ik zei het al, dan zie je dat het vooral in Nederland een hele populaire stroming was. Nederland is een tijdje, daar gaan we later in het hoofdstuk nog naar kijken, onderdeel geweest van Spanje. En Karel de Vijfde en later zijn zoon Philips de Tweede, die waren heel streng en die waren eigenlijk tegen alle protestanten, dus ook tegen die Calvinisten. En heel veel Nederlanders die Calvinistisch waren, werden in de Spaanse tijd op de brandstapel gegooid.
Ja, of ze moesten toegeven dat ze weer katholiek werden, of ze werden vermoord en op de brandstapel ter dood gebracht. Maar ondanks die hele strenge regels van de Spanjaarden kwamen er heel veel Calvinisten bij. Ja, in Nederland sprak dat wel heel erg aan, die strenge leer, die duidelijke regels van Calvijn, en veel mensen werden Calvinistisch. En dat zie je nu nog steeds heel erg goed terug, want je ziet in Nederland nog steeds hele strenggelovige Calvinistische dorpen. En dat is een beetje alsof je een riem over Nederland heen trekt. Ik ga jullie zo'n plaatje laten zien. En dat noemen wij de Bible Belt. Dat zijn de strenggelovige dorpen waar ze nog steeds zich goed houden aan die strenge Calvinistische regels. En je ziet dat die Calvinisten in de tijd van de Spanjaarden, en dat is ook nog even een begrip, ervoor kiezen om gewoon door te gaan met hun kerkdiensten, maar dan niet in een gebouw, wat niet mocht, maar dat deden ze in de open lucht. En ook dat mocht trouwens niet, was nog steeds gevaarlijk. Als je zou worden opgepakt of als jullie als groep zouden worden betrapt, had je echt een probleem. Maar we noemen die kerkdiensten, die noemen we ja, de hagenpreken. Een beetje heeft het ermee te maken dat ze dan ja, zich een beetje verstopten, soms achter een grote heg, dat ze niet konden worden gezien. Maar de hagenpreken waren dus kerkdiensten van Calvinisten die ze eigenlijk stiekem in het openbaar nog hielden. Nou, ik zei het al, en dat is het laatste stukje van deze PowerPoint. Je kan de Calvinistische invloed nog steeds in Nederland goed zien. Je ziet eigenlijk een soort van ja, riem schuin over Nederland heen getrokken. En hoe roder de kleur, hoe belangrijker de SGP is, dat is een streng gelovige partij die in Nederland nog is. En hoe blauwer, hoe donkerblauwer, hoe de ChristenUnie daar het grootste is. Dat is een andere partij, die is iets minder streng, maar dan zijn die mensen wel behoorlijk christelijk. Nou, dan zie je, die lijn loopt dwars over Nederland met als bovenste vlakje hier, ik zet er even een cirkeltje om, een van de mooiste dorpen van Nederland, namelijk Staphorst, het plekje waar ik woon. Maar dan zijn ze wel streng gelovig, of een deel van de bevolking is daar streng gelovig. En dan houden ze zich nog aan de leer van Johannes Calvijn. De meneer die dus in de tijd van de reformatie veel aanhangers kreeg en waar veel mensen op overstapten. Tot zover deze uitleg. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was, dat het je helpt bij het maken van de opdrachten. Zo niet, dan kan je me altijd een berichtje sturen op Teams of een mailtje sturen of in de klas even vragen om het nog een keer uit te leggen. Dan zal ik mijn best nog doen. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.